Ja, al die grote namen, die kwamen ineens optreden in Nederland. Heb je ze allemaal gezien? Achter elkaar. Ja, met Mick Jagger, met Rolling Stones. Met je ongeveer 80 jaar, weet ik veel, 78 of zoiets. Tom Jones, ook bijna 80 jaar. Ook opgetreden in Nederland. Bob Dylan, ook geweest, pas geleden. En hoe heet zij? Diana Ross was ook nog in Ahoy. Allemaal 80 jaar. En al die lui, en dan hoor ik mensen zeggen, ja, die doen het zeker nog voor de poen of zo. Hoe kom je daar nou bij? Die mensen, die krijgen hun geld nooit meer op. Nee, die treden nog op gewoon voor de lol. Ja, en die hebben gewoon nog die ambitie. Die vinden het gewoon leuk wat ze doen. Dus die gaan niet met pensioen. Nee, natuurlijk gaan die niet met pensioen. Want die denken bij zichzelf, ik ben gek. Ik blijf gewoon lekker zingen of doen of optreden en klaar, weet je wel. En ja, en tegen mij zeggen ze ook vaak van, hey, ouwe gek, stop er eens lekker mee. En ga eens wat anders doen. En je hebt het zeker nog nodig en dit en dat. Nee, niet nodig. Het is alleen maar gewoon voor de lol. Gewoon omdat ik het leuk vind. En je moet gewoon bezig blijven, vrienden. Vrienden, luister even goed. En ik zeg dit tegen de mensen die nog niet aan die leeftijd zijn, maar die er straks wel mee te maken krijgen. Vrienden, hier, kijk goed wat ik zeg hier. Niet, nee. Kijk, en ik heb het gewoon in allerlei vormen heb ik het gezet. Hier, groot en klein. En die moet je gewoon in je huis opplakken. Overal. Op de wc, op je nachtkastje. Op de koelkast, overal. Ja, zodat je het nooit meer vergeet. Met pensioen. Nooit doen. Nee, alsjeblieft niet. Dat is zo'n enorme blunder, geloof me nou. Ja, want hier zit een ervaringsdeskundige. Want op een gegeven moment, toen raakte ik eruit. Ik werd een beetje ziek en noem maar dan maar op. En toen zat ik ineens gedwongen met pensioen. Dan kom je gewoon. Het is echt een nachtmerrie, vrienden, met pensioen. Want de mensen zeggen dan van, ja, nu ga ik van het leven genieten. Hoe kom je daar nou bij? Hoezo? Het leven is dan toch daarvoor, is het dan toch al leuk genoeg? En dan geniet je toch al van het leven. Ga toch niet beginnen op 65 of weet ik veel hoe oud je bent. Nee, want je hebt niks meer. Je hebt geen doel meer. Daar gaat het om. Je moet als je opstaat, 's morgens een doel hebben. Dat je weet, wat ga ik doen vandaag? Ik moet iets verzinnen of ik moet iets maken of ik moet iets. Dat moet je hebben. Als je dat niet hebt, vrienden, dan word je dood en dood ongelukkig, geloof me nou. Hier, ik kan het jullie vertellen. Dus doe het niet. Nee. En als je tussen mensen zit die allemaal met pensioen zijn, die hebben je niks meer te melden. Die hebben niks meer te vertellen. Die maken niks meer mee, vrienden. Dus ga dat, doe het niet. Dus iedereen die nu 30 is of 40 of wat dan ook, en de pensioen komt er straks aan. Hé, vrienden, let goed op. Hier, ik zeg het nog één keer. Met pensioen, nooit doen.